We staan bij de Grote Markt, oftewel bij ons fanatieke icoon eigenlijk, Haagse Harry. En ja, eigenlijk is icoon natuurlijk de Haagse ooievaar, maar voor mij is het Haagse Harry. En waarom staan we hier? Nou, het is namelijk zo dat wij gaan met fakkelseizoen. En waarom? Nou, dat is om mee te beleven, eigenlijk mee te staan en medeleven tonen voor de mensen in Groningen. En waarom? Nou, jullie weten het zelf, er wordt al genoeg geboord in Groningen voor het gas op te winden. En voor de, ja, natuurlijk voor je kacheltje en voor je gaspitje. En ja, daar hebben ze nu een fakkeltocht daar in Groningen. En hier in Den Haag gaan ze meeleven met verschillende partijen, lokale partijen. En daar gaan ze ook mee doen. En om een eerbetoon te tonen om fakkels aan te gaan steken. En ik ben benieuwd hoe dat gaat brengen en hoe dat gaat beleven. De politie staat alweer met een heleboel man weer klaar. Weer een beetje machtsvertoon. Maar dan mag de pret niet derven. En we gaan het beleven. We gaan het meemaken. We zijn hier bij elkaar om als Den Haag solidariteit te betuigen met Groningen. Op dadelijk, op dit moment wordt in Groningen wordt daar een fakkeltocht gehouden. Omdat zij al jarenlang te hoop lopen tegen de landelijke politiek die Groningen, de burgers daar in de steek laat. Maar ook omdat Den Haag, en dan heb ik het over het Binnenhof, verslaafd is aan fossiele energie. En dat moet nu echt anders. En dat gebeurt in Den Haag ook anders. We hebben in Den Haag veel partijen die samen een klimaatpact hebben ondertekend om Den Haag klimaatneutraal te maken. En ook te zorgen dat Den Haag van het gas afgaat. En daarom staan we hier bij elkaar, maar vooral ook om met de bewoners van Groningen de solidariteit te betuigen. Solidair met Groningen! Gewoon je solidariteit met Groningen en we gaan allemaal van het gas af! Behalve de politici, die moeten juist aan het gas. Nou, dit was de fakkelactie van zowel, gaan we even het rijtje af, PvdA, GroenLinks, Partij van de Dieren en de Haagse Stadspartij. Nou, hartstikke mooi, leuk initiatief. Alleen ze steken die fakkels aan met gasaanstekers. Dus ja, ze zijn tegen gas, maar ze hebben gas nodig om de fakkels aan te steken. Ja, beetje raar. Maar ja, in ieder geval een leuk initiatief en ik hoop dat jullie hebben genoten. Kijk en deel deze aflevering. Tag mensen erin die je voorbij hebt zien komen. En wij gaan snel door naar het volgende item. Ik zou zeggen, een fijne dag nog.